Jesse? Hoi, ik ben NS. Jesse heeft me gegijzeld en me hier meegenomen. Dat is totaal wat er gebeurde. Ik heb eigenlijk zulke melden koek als ik denk dat daarmee NS heb gelokt. Motherfucker, ik ben zwakte. Hij had een net en alles. ja, jij zei het tegen mij, het is jij de schuld. Nee. Jij gaf me je zwakte. Maar wij gaan live nu Halo spelen. Want Halo is het leuker gespeeld wanneer je het samen doet. Nou, dat is het. Dit is onze vierde poging. Ja, want de Xbox 360 ging stuk. Dus we moeten het opnieuw doen. Terwijl NS Insane moet even kijken. Ik heb hier op de opnemen knop geklikt. Wel. Weet je wat? Laten we beginnen met Mission. Wat dacht je daarvan? Met de eerste luid top. Ja, gewoon via... We beginnen via Mission. Dan tellen we dan vanaf daar af en dan... Ja, of niet. Ik ga gewoon de beeld er zo weer bij. Gewoon 1, 2, 3. Oké, goed. Skulls. We hebben 0 skulls al, want we hebben geen skulls. Maakt er niet zoveel uit. Ik wil wat doen. Ja, video. Plastic mode enabled. Ik denk dat plastic mode doet. Volgens mij is dat skip graphics ook. Ja. Die mag ik kan switchen met de select nog volgens mij. Ja, dat is best wel cool. Ook tijdens cutscene kun je dat ook doen. En dan zo snel ook nog. Ja. Subtitles natuurlijk A, music remastered. Ik heb niet zelf uitgemaakt. Of ik remastered of niet. Ruimt niet uit, ik kan het toch niet horen, want ik heb de geluidszacht aanstaan. Nee. Zodat het niet echt is dit keer. Difficulty normal, toch? Ja. Ik bedoel, zijn niet plebs genoeg om het op easy te doen? Mm-hmm. Ik bedoel... Als je het op easy doet. Ja. Alhoewel, ik heb Devil May Cry op easy gedaan, want dat was de eerste keer dat ik zo'n spel heb gespeeld. Ik zou het wel opnieuw willen doen op normaal. Natuurlijk. Of op hard. Alleen, ik ben niet zo goed, dus ik ga het niet op hard mode doen. Ja, misschien. Gewoon beginnen met normal, want ik de eerste spel. In the galaxy, far, far away. Wacht, dat is de verkeerde franchise. Ze deden dat ook nog in Konosuba. Ah, fuck. Dat was een hele Star Wars referentie die ik daar zat. Helemaal die eindgestilde waar die brief ook nog schreef. Dat is geweldig. Het was geweldig. Ah, fuck. Die opening is ook zo cool. Even onze wiepgesprek uit de weg. Nou, laten we toch gaan naar onze wiepgesprek. Een van de klasgenoten leest One Piece. Oh shit. Nou, hij vindt het leuk. Dat is tenminste wat ik kan zeggen. Wel, laten we hopen dat 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 transformatie later compleet wordt. Hij volgens mij up-to-date met de man, ik weet het niet zeker. We made a blind jump. Wel, in ieder geval, we zijn hier met in de oorlog met de Continent. Zij willen de Halo-ringen activeren, want ze denken dat het een soort salvation geeft of zoiets. Dit heeft niks te maken met Islam, bij de way. Ga die grappen later ook maken, want er gebeurt wat later. Zoals explosies en zelf moordpogingen. Misschien. Waarbij Jesse zichzelf van het ding af. Wij zijn een Spartan. We zijn een van de kinderen. Het waren eerst allemaal kinderen die gekidnapt waren. Het is al donkerachtig om van alles erover nadenk. En ze zijn dan getraind als oorlogssoldaten. En ik weet niet of ze genetisch gemanipuleerd zijn of niet. Ze hebben ook van die speciale armor wat schilden heeft. Ik vraag me af waarom niemand anders dat eigenlijk heeft, nu ik erover nadenk. Dat is eigenlijk best wel dom. Maar whatever. Ik bedoel, alle elites hebben dat van de aliens, waarom doen wij dat niet? Dat is het probleem. We zijn gewoon incompetent. Ik weet dat er andere Spartans zijn, maar waar zijn ze eigenlijk, nu ik erover nadenk? In Sparta. Volgens mij was er een nep Halo Lego trailer, daar verhaalde alles. Dat ging alles stuk. Lego Halo, dat concept klinkt al raar. Nee, het lijkt best wel normaal mogelijk, zou ik zeggen. Ik zou niet zeggen dat het onmogelijk is, ik zou waarschijnlijk nog steeds tegen, maar het klinkt raar. Ik heb de laatste tijd, ik heb geen Lego spel gespeeld. Ik heb alleen een Star Wars Lego spel gespeeld, volgens mij. Once again, it is our job to finish what the Flyboys started. We are leaving this ship. Zat nu. Wel, we worden aangevallen. Misschien kan je wel een beetje harder, zodat het een klein beetje. Damn right I am. Now move it out. Double time.
Attention all personnel. We are re-engaging the enemy. External and internal contact imminent. All you greenhorns who wanted to see Covenant up close, this is gonna be your lucky day. Al zijn geluksdag, hè? Ja, dan worden ze geschoten in het hoofd. Dat is de geluk die je hebt. Je wordt geraakt in het hoofd. Sir? Wie? Right. Hey, je hebt de epicijfer gezien. Oké. Bringing low-level systems online. Cracking the case in 30 seconds. Het is bijna grappig, geen zielig. Ik ben nog aan het grinden bij Final Fantasy X. Oh, ik ben bijna klaar met Final Fantasy X. Hey, daar zijn we. Spartan 117, ook wel bekend als de Master Chief. Waarom wordt hij genoemd als de Master Chief? Omdat hij de fucking master is, motherfucker. Zo, zegt het wel. Hij is de hoofdkarakter. Kijk, nu weet je. Ook over nadenken, de schilder kan net kapot warmer zijn. Oké, ik ben de bovenste scherm en dus de onderste scherm. Ja. Natuurlijk is het eerst wat we doen, T-back. Ik heb lang geen first-person shooter gespeeld, dus als ik faal dan weet ik hoe dat komt. Wat is die scrap is. Oké, daar waren we. Ah ja, dat was ook leuk hoe we het de vorige keer toen we dit probeerden. Ja. We wisten niet waar we naartoe moesten gaan. Okay, naar die kant. Natuurlijk. Hebben we geen gravity hier nu. Dan alweer, we kunnen volgens mij sowieso over springen. Dat is leuk om te zien. Hey, ben je daar nog? Goed. Ben je daar nog? Ah, er is niks meer over. Nee. We hebben een hele Chinese stuk ook volgens mij gespeeld, dus dat niet zoveel te zeggen, denk ik. Ja. Want er zijn heel veel explosies over gewoon physics. Is dit gemaakt door Michael Bay of zo? Oh, we zitten in een oorlog. In een ruimteoorlog zelfs. Weet je, ik denk dat dit dat we laatst straks zeiden, dit is de muntpunt. We moeten het ding ingedrukt houden en dan gaan lopen. Ja, dat is wat ik net wil zeggen. En dat is best wel vervelend. Ik denk dat ze dat voor een aparte knop moesten zetten. Ze hebben dat voor een aparte knop, maar ik wist het. Ik kan zeker weten dat ze de andere spellen dat niet hebben gedaan, maar denk ik. Ah, shit. Oh ja, dat gebeurt ook soms als je bij een checkpoint komt, dan teleporteer je gelijk bij je vriend. Die verder is. Deze deur. Oké, checkpoint. Mooi. Oké, maar geef ons wapens. We hebben wapens nodig. Wapens, jongen. Waarom we niet tenminste een handpistol bij ons bij het begin? Of een zwaard. Wij gebruiken geen zwaard, alleen de aliens gebruiken zwaarden. Oké, dan een zakmes. Wat is dat dan ook niet eens in het snel? Zakmes. Good to see you, Master Chief. Is het een zakmes, pistool of zoiets? Zijn er van de backstory voor waarom hij Master Chief wordt genoemd? Waarschijnlijk wel, en ik weet het niet zeker. Er zijn wel boeken en shit. Oeh, fanservice, dit spel is het slechtste spel ooit, 10 uit 10. Ah ja, de 0 uit 10, slechtste spel ooit. Hoe durft dit? I know, right? Dit roemt de game industry, fanservice. Het ruineert alles. Ja. I guess an antimatter charge. Dat is de bias mening van met jou een overrated ijs. Overrated al ijs? Ja. Alleen omdat er game mannen zijn. Anders zeggen ze niet dat het niet jouw is. Ja, dat is ik bedoel, als je het leuk vindt, is oké. Okay, bullshit, de meest heartwarming scene is de kustscène. Bullshit. Er zijn zoveel andere scènes. I know, right? Mijn persoonlijke mening was mijn favoriete scène. Dus, ze hebben niet eens die scène genomineerd, ze hebben die andere scène genomineerd. Dat ze confessed waren aan Subaru, dat is dus de nominatie. Ik dacht meer van, de scène waar Subaru zegt van, ik probeer zo hard voor hun, ik wil niet falen. Of dat, ik denk meer dat moment waar,
Rem overhaalt dat zij niet waardeloos is en dat ze niet de vervanger is voor haar oudere zus. Ja. Alleen, het moet per se jou heel nice zijn. Ja, de mensen die hierna hebben geklikt, denk van, oh ja, fijn, hello, en dan praat hij over fucking animals. Wel, ik kan me niet zeggen. Dit is fanservice. Dit hoort bij anime. Dit moet een anime zijn. Ja. Alleen anime en fanservice. Excellent work. Oh, film en fanservice. Oké, anime fanservice. Oh mijn god, dat is zo erg. Maar ik zou zelf door de Nederlandse TV heen kunnen gaan. Ja. Good luck, Master Chief. Zo, Master Chief heeft nu de nummer van die AI. Ja, hij heeft de AI letterlijk in zijn hoofd nu. AI Chief fixende. Nee, dat was slecht. I don't keep it close. Waarom geef je me geen ammo? Ik heb een pak dat een schild heeft wat me beschermt, maar ik heb geen extra pakjes voor ammo of zoiets. What the fuck? Beste spel hoor. Ze hebben geen wapens voor mij, wat voor leger is dit? Ik heb een handpistool. Oké, de RB-knop is slaan. Zit je mij nou bijna neer, motherfucker? Nee. Heb je ook een switchlight? Daar gaan we. Sommigen kunnen dat doen. Oké, X is herladen. Dat kan allemaal opnieuw leren. Ik dacht al, X. Dat is uit. Ja, ik was gewend aan de PlayStation control dus. Deze klopt. Ah, we hebben een meter hier nou. Wel. Anders kunnen we daar ongeveer heel overpowered. Ik denk eigenlijk niet of ze nog hebben gewonnen in het spel zo. Hier. Waar is dat? Want ik weet nog toen ik beter kon richten op mijn vrouw. Eet meer wortels, Jess. Ik weet niet dat wortels uit. Oh ja, dit is de enige. Dit is de eerste hele. In de eerste hele spel hebben we eigenlijk HP. Dat hadden we. Hebben we een volgende spel niet meer. Ik krijg hem niet hier. Heel erg goed om te hebben. Oh nee, je hebt nou al een wapen nu. Ja. Was een wapen. Niet zo goed als de handgun meer. Ja. Ik zie het rode. Hey, daar is het. Zijn nog wapens daar. Lekker rustig. Ah, checkpoint. Als iemand in de rug slaat bij mij, dan doe je meer schade. Ja. Ah, fuck. Staat er? Ja. Oh, daar. Huh? Wel van mijn schild herladen. Oh, dat is goed. Fuck! By the way, als je wat van je eigen mensen doodschiet, dan gaat hij jou dood niet echt schieten. Ja. Ik heb toch verder toen dat niet. Weet je wel. Fuck. I'm dead. DD. Oké. Je moet dat altijd zeggen wanneer je dood bent, want je kan respawnen wanneer ik op een veilige plek ben. Oeps. Hij is wel boos geworden ook nog. Hij kijkt nu naar je. Hij is getriggerd. Wel, dan ben ik goed bezig, I guess. Oh, waar? Ah, oh, shit. Ze hebben me geëxplodeerd en ze rent terug. Goed. Waarom hebben we geen wapens meer? What the fuck? Wie had dat? Ik ben een pistool verloren. Je kan dan als je bij de weg op een wapen staat, op een gedokte wapen staat, dan moet je X ingedrukt houden en dan kun je die wapen veranderen. Ik heb bijvoorbeeld nu de plasma rifle van de alien. En dat heb je al liefst bij een FPS bij een dubbel screen spel, dat je de bovenste scherm, onderste scherm of een linkse en rechtse scherm. Oh shit!
Nee, ik wil niet teruglopen. Het is bij je vastgeplakt. Ik kan niet meer met hem af. Geplakt granaat. Hele goede granaat, maar. Oh shit, ik heb net een granaat gekost. Ja, man. Je hebt jezelf vermoord. Oh, man. Ik zie dat jij een goed werk hier hebt gedaan. Soldaat. Weet je, ik ben hier aan het mikken. Ik zit gewoon wat rennen te schieten en het lukt. Zit er nog wat. Volgens mij is de FPS gewoon nog een beetje meh, merk ik. Ben je gekomen door de Elgato of Ik heb het beter eruit gezien in Elgato. Waar ga ik naartoe? Waar de fuck ga je naartoe? Helemaal terug. Loop ik dat terug of nou? Oké, ik ben terug. Ah shit, dat is een fucking granaat. Maar ik kan je ook darts rollen, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Vier, wat van granaten. Dat was ik. Oh. Teamwork. Oh, by the way, met de linker trigger kun je granaten gooien. Ik weet niet of ik dat moet zeggen eigenlijk, want misschien ga je gewoon een granaat op mij gooien, dat niet. Zoals daar! Wacht, jij was dat? Ja! Dat is precies wat ik... Misschien moet je kort zeggen wanneer je een granaat... Waarom geef... Je bent geen arts en je kan niet helemaal granaten gooien! Hé, hey, het is effectief! Ik ben dood, ik moet teruglopen. Nou, ik moet op een veilige plek zijn, anders kan ik je niet spawnen. Oh, ik ben weer terug. Waarom? Begin je met geen wapen, zo dom. Ik kan niet eens slaan, dat is het domste deel van het. En het beschermt mij. We hebben geen tijd voor teambacken, we gaan verder lopen. Ik moet mijn wapens eraf halen. Oké. Ik heb een granaat gesmeerd. Zuid. Normaal kan ik al lopen en iemand in elkaar slaan, maar dat kan blijven met een link meer bij mij. Ik ben niet zo goed meer als poepen. Nee, ik ben niet altijd te spelen. Volgens mij doet het mij om te doen een spaan aantal minder schade. Hij zou nu al dood zijn als het een ander hele spel was. Ja. Als je moet even rug aan, dan gaan ze toch sneller dood. Ik wel gelijk. Zeg, ik heb volgens mij één spel. Ik kom hier redden, Harris! Zak. Ja. Ik heb jou doodgeslagen! Zak. Geef, er komt de volgende granaat weer met jouw naam erop. Nee, dat is gewoon, dat is best aan Piet. Pak je wapens. Waar? Zit in je lijk, zit op je lijk af. Oh, wow. Als je boven je wapens staat, dan kun je natuurlijk een beetje van. Checkpoints. Checkpoints, we krijgen niet te weinig checkpoints in de Halo. Eerste mannen. Ja, daar boven staan we. Like, hoe ver kwamen we voordat PS Xbox 360 steeds veropend werd? Bijna op het moment dat de laatste had gekregen. Elke keer? Nee, niet elke keer. Meestal was het al voordat. Natuurlijk moet ik soms de recording checken, zodat we nu wel 30 stap zijn. Ik moet zeggen dat de menselijke meeste keer beter is dan de alien. Ja. Zou vast sterker zijn dan. Ja. Sommige wapens werken ook beter op andere vijanden, bijvoorbeeld... menselijke wapens werken niet zo goed op de, die zullen ze niet zien in dit spel, volgens mij. Dat is wel ooit. Maar op de menselijke wapens werken heel goed op de spel. Die laatste al een vraag. Dat heb ik niet zo... Motherfucker, dan ben ik vol concentratie. Oh, ik heb nog nummer 500. Oh shit, grap! Waar? Achter. Oké. Yo dog! Man, jij hebt geen genade. Hey, ik ben een moordlustig persoon. Ik ook. Ik heb Karl op Mars gespeeld. Ik heb zijn bloed. Oh shit, ik heb hem ongedraag gegooid. Hij heeft mij niet gelukkig. Ja.
Los van granaten kun je weten of iemand is of te blokken. Heel handig. Ik heb nog een granaten van spel. Ze gaan ook eens zoeken. Moord iemand in één keer. Oh, je bent niet geraakt door granaten. En dus, je schilder zijn leeg. Als je schilder rood zijn, dan moet je even stoppen zodat ze herladen. Ik denk dat deze lijken goed voor stoppen, toch? Nee. Checkmarks. Die zullen we niet zo vaak zien, volgens mij. Zo, wacht. Dat is dus, in het volgende spel halen ze de levensbar weg. Dus wanneer je schild op is, ben je gelijk dood. Niet gelijk, maar je hebt al... Je hebt niet HP, maar als je te vaak geraakt hebt zonder je schild, dan ga je dood. Dus raar, maar ik ben beter. Oh, die zit de deur. Die zat de deur. Ga eruit. Misschien moeten we hier voor die ene team spelen. En welke was het ook weer? Innocent Whispers. Hier zit de deur, ik ben in tikken. Oh, ik heb een goede plek gevonden. Nee, ik was het. Oh, oh shit, ik heb goed select geklikt. Oh wow, dat was basic. De... zijn leeg. Ja, yeah. Ik ga zo dood. Maar dit is oorlog, zo. Dat is bedoeld. Nou, we kunnen gewoon respawnen. Yeah. Dit is volgens mij waar de term the gamers don't die, that just respawn vandaan komt. Nee, we zijn de overkok, dat is het belangrijkste. Oké, wie is Master Chief en wie is Master Chief 2? Wel, jij bent de onderste scherm. De Master Chiefer. Nou kijk, ik ben natuurlijk de speler 1. Volgens mij gaan we hier, gaan we weer tot weer terug. Ja, ik weet het, alleen ik weet niet waar naartoe. Sorry. Deze kant. Dat gaat volgens mij de hele let's play worden. Waar moeten we naartoe? Waar moeten we naartoe? Oh. Ik klik weer op de select knop. Welk spel heb je gespeeld dat je steeds op de select knop laat drukken? Welk spel had een switch knop dat op de select was? Dat is het meest random knop die je kan drukken de hele tijd in die spel door, in die hele spel. Ik weet niet waarom, een select knop is altijd lijkt de meest onbelangrijkste knop en ik dacht de switch knop is... De lichtknop is gewoon niet zo belangrijk, dus dat is waar de select knop... Oh. Soms zullen de vijanden niet weten dat je er bent, dus dan kun je ze van achter de sluiters vermoorden. Als je een sniper hebt, ik kan niet wachten tot de sniper een sessie krijgt. Alleen jij gaat waarschijnlijk verneuken. Nee, analog stick is niet het beste voor snipers. Of SPS in general. Analog stick is niet goed voor jou, jij zit in de muis zeker. Ja. Ik denk dat dat veel beter is. Deze gast doet niks. Hij zag dat ik Master Chief 2 was en hij werd bang. Hij wist dat je geen genade had. Ja. Maar ik genijk met... Oké, Dennis, je schilder zijn leeg. Ga achter. Ik verdedig je wel. Protect me, mama. Daddy, Dennis. Jezus. Yes, mama. Only Chan. Oké. Okay. Oké, Jesse, wie heeft hier de lange haren? Oh, ik heb lange haren. Oh, shit. Teken dat ik? Al die tijd een hippie wilde zijn. Wacht, wat? Ik dacht dat ik aan mijn hoofd gewachten was, want ze hebben al lang haar. Oh, deze kant op. Deze deur volgens mij. Dat wordt letterlijk de hele les. Ja, deze. Yo, dog! Wel, ik ga Ennis voor me voorleiden. Hij dat gaat. Is er al niet van verloren zijn? Die kat op. Fuck! Nou ben ik de niet shield. Dat ligt aan. Fuck! Ik klik altijd. Wat is het met select in jou? Ik weet het niet. Oh, ja. Wat is aan die andere kant? Niks. Niks. Loop door. Doe het dus, klik op LB voor de light switch. Is ook een deur. Ik heb een beetje hier sneller gaat. Ah, voet satisfying. Voet vindt ook niet satisfying wanneer je in de graad wordt in de juiste plek. Ja, altijd leuk. Dit was ze niet opmerken, is altijd. Oh, je moet zeggen wanneer je dood bent. Wel, je deed het net zo goed, dus ik hoefde niks te zeggen. Zo, pak automatisch. Maar ik kan gewoon een remgranaat uit niks komen, weet je. Ja. Oh, ik heb iemand vastgepakt. Oh, dat is het leukste gedeelte. En die merken ze het niet. Oh, mensen merken ze het, maar... Het lijkt wel niet met een vastgepakt, ze kunnen er niks aan doen. Ze weten dat ze doodgaan, ze kunnen er niks aan doen. Dat niet en hoe kan je een geplakte granaat doen? Pakken en weggooien.
Get aboard before it launches. Waarom heb jij geen armen aan? Zoals Master Chief. Waarom is er niet meer armen? Ik weet dat deze schip waarschijnlijk niet het beste schip ooit is aangezien we het verlaten. Maar kom op. Ja. Zo, zo zien we veel escape pods of zijn, is dit de enige escape pod? Dit is de enige escape pod volgens mij. Denk ik. Misschien er best wel andere escape pods. Nou, de vraag is, zijn er nou meerdere mensen weggekomen of is dit de enige escape pod die weg is gegaan? Ik denk dat er wel meerdere was. Hey, wow, we gaan in deze Halo ring, by the way. Die hebben we gevonden in Halo Reach, alleen dat is een prequel. Ik weet niet wanneer... Ik zou eigenlijk niet hebben echt gevonden om daarmee te beginnen, maar whatever. Jesse wilde heel graag Halo doen, dus ik doe het. Ja. Ik weet tenminste welke spel eerder doen bij mijn Final Fantasy 7 komen. Keizer's Core, dat eerst gaat. Hij dat eerst doen? Ja. Okay. Het is een prequel, we horen wat achtergrondverhaal van Zack. Dus... Yo, het is niet veel belangrijk. Ja, hetzelfde met Halo Reach. Het is niet zo belangrijk, maar het is nice. Ja. Zoals we weten dat tenminste Zerk een badass someone heeft, dat Bahamut nog wat is was.